Ik ben juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem en Ondergrond. En betrokken geweest bij de inbouw van bodem in de Omgevingswet. En momenteel ook betrokken bij verschillende implementatietrajecten voor bodem in de Omgevingswet. Hij is bezig. Mijn presentatie heb ik in vier blokjes opgebouwd. En even kijken. Ik wil beginnen eigenlijk met een kort in te gaan van hoe de bodem, het aanvullingsspoor, zich verhoudt tot de stelselherziening. En vervolgens in te zoomen op wat verandert er dan precies voor bodem. In het derde blok sta ik even stil met wat zijn dan die minimale acties voor de invoering. En ik eindig ook met een aantal voorbeelden, wegwijzers en netwerken waar meer informatie te halen is. Zien jullie mijn presentatie nu? Oké. Nou, hoe verhoudt het aanvullingsspoor zich nou tot het hoofdspoor? Het plaatje kwam net al in beeld. Eigenlijk voegt het aanvullingsspoor bodem een aantal dingen toe aan het grotere geheel. En dat betekent dat vanuit het aanvullingsspoor bodem ook de systematiek en gedachtegoed en instrumentarium van de Omgevingswet leidend is. Misschien nog goed om aandacht te hebben ook voor het invoeringsbesluit. Ook daarin zijn regels die relevant zijn voor bodem te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de bruidschat voor gesloten bodemenergiesystemen. Ik zie dat iemand de presentatie niet kan zien, maar. Misschien goed om ook te weten dat naast het stelsel nog steeds het besluit bodemkwaliteit en de regeling bodemkwaliteit blijven bestaan onder de Omgevingswet, omdat bepaalde onderdelen ja, niet direct van invloed zijn op die fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld voor het opstellen van milieuverklaringen. Dus het is ook nog steeds meer dan alleen de OW. En wat betekent dat nou? Dat je eigenlijk voor bodem alle instrumenten en alle kerninstrumenten moet gebruiken die de Omgevingswet je biedt. En vanuit het aanvullingsspoor zul je dus niet expliciet teruglezen dat ook bodem als onderdeel van die fysieke leefomgeving onderdeel moet zijn van die omgevingsvisie, van een gemeentelijke omgevingsvisie. Maar goed, dat is dus wel degelijk ook een gevolg van de inbouw van bodem in die hele omgevingswetsystematiek. Annemiek gaf het net al aan, het aanvullingsspoor bodem is ook een beleidsrijke inpassing. En die verdere decentralisatie van bodembeleid is eigenlijk al een aantal jaren ingezet en krijgt hier nu vorm. En grofweg is eigenlijk het aanvullingsspoor in een drietal pijlers onder te verdelen. De eerste pijler ziet op preventie, dus het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en aantastingen van die bodem. Nou, daar hebben we het stelsel ook van de Omgevingswet voor nodig, met bepaalde regelingen zoals de zorgplicht en de ongewone voorvallen. De tweede pijler gaat over het toedelen van functies aan de bodem en ondergrond. Dat is met name de pijler die vooral vanuit decentraal oogpunt invulling moet gaan krijgen. En we zijn van oudsher gewend geweest om de bodemkwaliteit met name vanuit het chemische te bekijken. Maar we hebben ook andere bodemkwaliteiten, zoals de fysische en de biologische bodemkwaliteit. En dat tezamen maakt dat je bepaalde functies kan toedelen aan die bodem en ondergrond. En dat je ook de bodem en ondergrond meer in beschouwing moet nemen in relatie tot de maatschappelijke opgaves. Maar dat zijn lokale, decentrale, regionale keuzes en invulling. En als laatste pijler de beheer van de resterende historische verontreinigingen, die dan met name bij ruimtelijke ontwikkelingen worden aangepakt. Nou, wat zijn de grootste veranderingen? Nu kennen we een systematiek
van gevallen van ernst en spoed die aangepakt moeten worden. Straks volgt de noodzaak voor de aanpak van de bodemkwaliteit primair uit het omgevingsplan van de gemeente. En als het gaat om grondwaterkwaliteit, volgt dat primair uit het provinciale kader. En dat is dan met name de doelen en de ambities vanuit het regionaal waterprogramma van de provincie. De gemeente en de provincies krijgen ook meer afwegingsruimte. Zowel vanuit beleidsmatig oogpunt als in concrete regels, maatwerkregels of eigen regels. We gaan dus niet meer, zoals we nu gewend zijn, gevallen van verontreiniging onderzoeken, afbakenen, beschikken. Maar de activiteiten in die fysieke leefomgeving zijn het aanjagingsmoment om naar de bodemkwaliteit te kijken en om te kijken of die activiteiten passen bij de bodemkwaliteit. We gaan dus ook geen individuele beschikkingen meer nemen in het hele WBW-traject, maar we krijgen daar algemene regels voor terug. Niet alles verandert. Er blijven bepaalde regelingen zoals de zorgplicht en ongewoon voorval blijft bestaan. We hebben ook overgangsrecht, met name voor de locaties die nu onder de wet bodembescherming als ernst en spoed zijn beschouwd. Dus daar waar onaanvaardbare risico's zijn, die blijven onder overgangsrecht vallen. En daar blijft bevoegd gezag WBB ook verantwoordelijk voor om dat af te ronden. De regels die we eigenlijk nu kennen, de algemene regels vanuit het besluit uniforme saneringen en het besluit bodemkwaliteit, komen terug, een beetje in herkenbare vormen terug, in de algemene rijksregels. En dan gaat het om de milieubelastende activiteiten voor bodem in het besluit activiteiten leefomgeving. Een belangrijk nieuw verschil is dat de gemeente dus bevoegd gezag wordt voor de milieubelastende activiteit saneren. En voor 15 van de 40 G40 gemeentes wordt dat een nieuwe taak. Nou, wat houdt dat dan in? De gemeente moet straks bepalen in haar omgevingsplan wanneer de MBA saneren aan de orde is. Vanuit het Rijk krijgt de gemeente twee standaard aanpakken rijksregels mee van hoe er gesaneerd moet worden. Het Rijk geeft ook een instructieregel mee van wanneer zij het belangrijk vindt dat er tenminste naar de bodemkwaliteit moet worden gekeken. En dat is als de activiteit bouwen van een bodemgevoelige gebouw op een bodemgevoelige locatie plaatsvindt. Nou, die instructieregels, daar krijgt de gemeente ook bruidschatregels voor mee. Die op het moment van inwerkingtreding van toepassing zijn, zodat er geen gat valt. Dus daar hoeft de gemeente voor 2021 nog niet per se een actie op te zetten. Wel moet de gemeente gaan kijken van wil ik die bruidschat overnemen? Wil ik hem misschien aanpassen naar het nieuwe deel? Maar daar heeft de gemeente tot eind 2029 de tijd voor. Omdat deze milieubelastende activiteit in hoofdstuk 3 en 4 zijn opgenomen van het besluit activiteiten leefomgeving, valt ook deze activiteit nu in het basistakenpakket, wat door de omgevingsdienst wordt uitgevoerd. Ik gaf al aan dat er ook meer ruimte is voor beleid en regels. Het past eigenlijk ook goed bij een van de andere doelen van de omgevingswet, het meer opgavegericht werken. Een aantal jaren geleden is er een VNG-project geweest die bij een groot aantal gemeentes heeft gekeken wat nou de impact van die verschillende maatschappelijke opgaves is op die bodem en ondergrond. En met name maatschappelijke opgaves zoals de energietransitie en de klimaatadaptatie hebben een directe link met het gebruik, het beheer en de bescherming van het bodem en ondergrond, het bodem- en watersysteem. En dus ook dat zijn zaken die je eigenlijk al in visieverband aan de orde zou willen stellen. Dus het is ook belangrijk dat in de organisatie en bij het opstellen van die omgevingsvisies
ook collega's van bodem en van klimaatadaptatie en energie daarbij worden betrokken. Een voorbeeld van of hoe je maatwerkregels kunt opnemen in het omgevingsplan. Zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de diffuse loopproblematiek die in sommige gemeenten spelen. Nou, de gemeente heeft straks de mogelijkheid om bijvoorbeeld specifiek voor lood een strengere waarde te hanteren. Zodat er eerder een aanpak door een initiatiefnemer aan de orde is. Dan wil ik even inzoomen op de minimale acties voor bodem. En ja, zelf ben ik altijd een beetje huiverig met, ja, wat is dan, moet ik minimaal doen zonder dat er bloed vloeit? En om in de metafoor van de kerstboom te blijven, na kerst tuig je de kerstboom weer af. Maar we kijken nu naar wat zijn de minimale acties voor invoering, maar na de invoering hebben we nog een heel traject van implementatie met elkaar te gaan. Dus gooi geen schoenen weg voordat je een nieuwe hebt. Dus let op met hoe je dat inregelt in je gemeente. Maar als we even sec kijken naar wat moeten we dan doen voordat de omgevingswet in werking treedt. Nou, eigenlijk voor bodem is ook de algemene wegwijzer van de VNG minimale acties van belang. Maar ik wil wel kort even het DSO en de VTH hierbij aanstippen. Het is goed om te weten dat alle bodemmeldingen straks via het omgevingsloket binnen gaan komen. Dat betekent dat we geen meldpunt bodemkwaliteit meer hebben en ook geen aparte saneringsformulieren meer bij de bevoegde gezagen WBB binnen gaan komen. Het is dus zaak dat de gemeente zelf haar eigen bodem- en informatiezaaksysteem gaat koppelen aan het digitale stelsel. Dat is echt een aandachtspunt voor de invoering. En aandachtspunt om ook in gesprek te gaan met de omgevingsdienst voor de uitvoering van de taken die in het basistakenpakket vallen. Omdat op dit moment eigenlijk alle bodemactiviteiten toepassen, saneren en graven in hoofdstuk 3 en 4 van het BAL zitten. Als we dan kijken naar de minimale acties vanuit voor het perspectief omgevingsplan, krijgt de gemeente een aantal instructieregels vanuit het Rijk mee, maar zijn deze in beginsel gedekt door de bruidsschat en het overgangsrecht. En zoals Joost zojuist aanstipte, is er wel aandacht nodig voor de zogenaamde nota bodembeheer. En het advies is ook om dat elke gemeente zelf een check doet op haar nota bodembeheer. Want elke gemeente heeft dat weer anders ingevuld, heeft andere grondslagen gebruikt, andere invulling. Dus het is belangrijk om voor invoering hier aandacht voor te hebben. Vanuit het project Bodembeheer voor de Toekomst zijn er ook werksessies en informatiebladen voor opgesteld die je op die link die ik in de pagina heb opgenomen kunt vinden en kunt gebruiken. Naast instructieregels van het Rijk is het ook belangrijk om te checken of er misschien instructieregels vanuit de provincie zijn meegegeven ten aanzien van grondwaterkwaliteit. Dat vind je dan terug in de omgevingsverordening van de provincie. Als dat zo is, nou ja, is het advies om in gesprek te gaan met die provincie als je al niet al in gesprek bent. En ook daarvoor is er een informatieblad gemaakt vanuit de bouwsteen grondwater die wat handvatten biedt om dat gesprek over die instructieregels aan te gaan. Tot slot, waar kun je nog meer informatie vinden? Naast de wegwijzer van de VNG, waarin de minimale acties zijn opgesomd, hebben we zelf ook een wegwijzer gemaakt van bodem in de omgevingswet. Daarbij hebben we niet gekeken naar het juridisch minimum, maar hebben we gekeken naar de verschillende fases van de beleidscyclus en wat daarin dan de aandachtspunten vanuit bodemperspectief zijn. Dus zowel bij het onderdeel beleid als bij onderdeel uitvoering. En ook het DSO hebben we daarbij betrokken.
Goed om te weten is dat er ook een project warme overdracht is. Wat is gestart onder het uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. In dit project ligt de nadruk op de overdracht van taken, kennis, maar ook bodeminformatie tussen bevoegd gezag, WWW-gemeentes en de overige gemeentes. En er is ook een handreiking opgesteld die beschrijft hoe grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet grondwaterbeheer wordt vormgegeven. We werken van oudsher is eigenlijk het bodemnetwerk best wel goed georganiseerd. Zo is er dus ook een werkgroep bodem onder de VNG die met verschillende taakgroepen op verschillende onderwerpen werkt. En wij hebben ook meegewerkt met een zogenaamde RIO-aanpak. En ik denk dat de RIO-aanpak beschrijft eigenlijk op hoofdlijnen de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van het aanvullingsspoor bodem. Ik denk dat dat ook voor de implementatiemanagers een handige aanpak is. En momenteel wordt er gekeken hoe we deze RIO-aanpak in een soort van toegankelijke factsheet kan worden vormgegeven, zodat die ook wat toegankelijker en bruikbaar wordt. Nou, waar kun je nog meer informatie vinden? Het informatiepunt leefomgeving bevat heel veel informatie over het thema bodem. Van ecosysteemdiensten tot concrete redeneerlijn hoe het overgangsrecht van de WBB te interpreteren. Maar ook onze helpdesk waar je vragen kunt stellen. Daar is het loket voor te vinden. Er zijn verschillende projecten. Bijvoorbeeld Samen de Diepte In, die heeft in een zestal regio's gekeken van wat betekent die omgevingswet nou voor ons beleidsveld. En wat moeten we nou doen qua inhoud, organisatorisch en op samenwerkingsniveau. En die zijn tot een soort van huiswerkklaarspel gekomen waarin die ervaringen en inzichten zijn gedeeld. En die dus ook bruikbaar zijn voor andere gemeenten, met name in het visiespoor. Als het gaat om regels in het omgevingsplan voor bodem, loopt momenteel nog het project Bodembeheer van de Toekomst. Waarin er ook gewerkt wordt aan zogenaamde staalkaarten. Dus voorbeeldregels voor diverse onderwerpen ten aanzien van bodem. En daarbij wordt ook gebruik gemaakt van het CASCO omgevingsplan van de VNG. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie.